Ja, op onze zoektocht naar Aad Riksel zijn we beland bij Wies de Jong. Ja, bij Wies zijn ze op dit moment heel druk aan het werken, het pleintje aan het schonen. Je hebt gedacht, Martien en Frans komen op bezoek, Wies. En dan krijgen ze geen koffie, hè? Nee, dan krijgen ze geen koffie. Ja, Wies de Jong, bekend in Aad Riksel, maar niet geboren en getogen, hè, in Aad Riksel. Nee, zeker niet. Echte Lierpse. Echte Lierpse. Echte Lierpse. Maar heb maar 18 jaar gewoond. 18 jaar. Want toen ben ik hier bij de VEG gaan werken. Oké. Maar we komen eerst terug op Lierop. Ja, je woont al vele jaren in Aad Riksel. Ik neem aan, Lierop was toen een heel kleine gemeenschap. Ja. Het waren mijn mensen niet. Want ik kwam hier in Aalen en daar waren mijn mensen gewoon. En in Lierop niet? Nee. Ik weet niet waar het waren. Nee, maar ik neem aan. Ah, ja, we hadden zo'n groot gezin. Dus we hadden ook geen behoefte aan de mensen. Bij ons was altijd volk. Ja, hoe groot gezin hadden jullie? Wat? Hoe groot was het gezin? 17. 17? Ja, 20 gehad. Maar? Maar om een tonne die praat al van 20, bij die 3 heb ik niet gekend. Want nee. Ik ben een van de jongeren. Ja. En dus is al, ja, die heeft ze al, allemaal gekend, zou ik zeggen. Dat was echt de oudste. Ja, ja. En hoe waren jullie gehuisvest? Met 17 kinderen, 2 ouders? Ja, we hadden eigenlijk een klein boerderijke. Ja. Toen is een keer die schuur afgebrand. En toen hebben ze er een moesten wel even de weg oversteken, een grote keuken gemaakt en boven slaapkamers voor de jongens. Maar ja, de rest, ja, we lagen met 6 man op 1 kamer. Hè. Met 6 man? Ja, dat was heel normaal. Ja. Boven en onder en ja, het was zo. Ja, jullie woonden in het buitengebied van Lierop dus? Ja, tussen Lierop en Zomer. Ja. Ja. En vader was een boer, ja, die deed boeren. Ja. Maar ja, die... jongens, ik heb 9 broers en was er geen ene die boeren wilde worden. Nee, nee. Niks. Dat woonde ik gewoon niet. Nee, maar ik neem maar dat je thuis wel mee moest helpen om de kosten te verdienen. Ja, ik heb weinig om te doen, gelukkig. Want ik was geen boer en heb niks. Nee. En Tony die had gezegd, ik ga wel boerin willen worden. Maar ja, en Karel de Jong, want die is mijn oudste zus van Tony. En dan Karel was mijn broer van Theo's. Ja. Of ja, dat was mijn broer van Theo's. Maar, en Karel was eigenlijk ook echt een boer, hè? Want hij had altijd wel iets om. Kippen ja. En een pertje en weet wel. Ja. Maar die woonde toen op de heikant, hè? Ja, ja. Want dan komen daar uiteraard terug. Ja, Lierop en jeugd gewoon normaal thuis doorgebracht. Ja. Ja, de kinderen deden elkaar opvoeden, neem ik aan, als je 17 kinderen. Ja, dat was het. Tony had dat gelijk meegemaakt. Maar ik ben al te gelukkig geweest, zeg ik. Want ik heb eigenlijk heel weinig... Ik heb al ooit 30 paar schoenen moeten poetsen. Ja, 30 paar maar schoenen. Ja, dat was mijn taak. Ja. Maar allemaal onze taak. Eén moest altijd de was en een ander dit naaiwerk. En ja, we waren eigenlijk met 6 man ooit thuis, dus dat was me heel normaal. Ja, ja. Nou ja, op een gegeven moment ga je naar de school, te voet, fietsje. Naar de school. Ja. Ging je te voet of met fietsje? Met de fiets? Nee, te voet, op en neer. Ja. 20 minuten heen, 20 minuten terug tussen de middag. Ja. 20. Ja, dat was ook normaal. Ja. Als iedereen een moest, hadden het nog geen erg. Nee, gemengde school of jongens apart? Nee, het schot ertussen, hè. De muur ertussen. Maar wel hetzelfde gebouw? Ja, dat wel. Ja, ja, ja. Ja. En die heet nou de Verhert, hebben ze een gemeenschapshuisje van gemaakt. Ja, ja. Zo. Dat kan nou ja, optredens en zo gebeuren. Het hulgebouw stut er nog wel, dat is eigenlijk wel mooi. Want dan zie je toch hè, dat het oud is. En, ja, dat is mooi. Ja. Goed dat het bewaard is. Ja, dat zeker. Ja, dat vind ik wel. Ja. In Lierop, dan maak je de lagere school af. Makkelijke leerling? Was je makkelijke leerling? Ja, zeker. Ik was altijd tweede van de klas. Oh, dat is helemaal top. Maar één, die was altijd de eerste. Want die was zo goed bevriend met de pastoor. En die kreeg al een 10 voor godsdienst. Ah. Maar dat had ik niet. Nee. Jawel, ik deed mijn best er ook wel op, maar... Ja. Maar al de tweede of derde altijd. Ja, was en, je moest zondags naar de kerk, hè? Ja, zondags zeker. Ja. Maar we hebben er altijd maar één keer heen gehoeven, hè? Ja? Ja. Ook met de feestdagen ook maar één keer? Ja, altijd maar één keer. Daar hebben we wel geluk mee gehad, ja. Want... Ja, dat was ook een heel werk van het moeder. Iedereen moest wel mooi aangekleed worden en dat weet je wel. Godverdikke nou, het is, als je dat nu vertelt, 17 kinderen, zeiden ze, ja, wat was dat? Ja, van de week was er iemand hier
En die had over, ja, we waren thuis met 16 man, zei die. Mm-hmm. Ik denk, potverdorie, ik ben er geboren. Ja. Ja, 20 kan ik niet zeggen, want ik heb die niet gekend. Maar, nee, nee. Maar het is wel zo. Met zijn moeder is eigenlijk maar 19 keer in verwachting geweest. Want ze was in een tweeling mee. Ja. Kijk, toen ging het ineens met twee man vooruit. Ja, ja. En de moeder vrij jong getrouwd, of niet? Ja, dat waren het. En zijn vader kreeg dat huisje, dat boerderijke. Ja. En zijn moeder had één zus en één broer, die gingen allebei in het klooster. Die broer was in Suriname, is hij al zijn leven geweest. En die zuster hier gewoon ja, in de koorstraat was die. Ja, ja. Maar, en ze stond moeder, ja, toch alleen, hè? Ja. En zo is die eigenlijk, ja, we zijn al moeten trouwen, maar die heeft het voor die twee wel goed moeten maken, ja. Zeggen wij altijd. Ja, die heeft het. Twee gezinnen, ja. Drie gezinnen gehad hebben wij. Ja, ja. Ja. Maar niemand naar pastoor of zuster willen horen van een groot gezin, dat was vroeger, hè, nee, als je een groot gezin. Niemand. Dan ging je inderdaad. Wel in de verpleging, hè? Twee zussen in de verpleging geweest, ook 40 jaar in de verpleging gezeten. Ja, en, ja. Ja. Zoiets wel, hè, want moeder moest overal gaan helpen, hè? Ja. Als ze dan weer ergens iets houden, of een kind geboren, oh, die kon me gauw helpen. Ja. Maar dat konden wij ook, omdat we met enkele man thuis waren. Ja, ja. Ja, dat was het gewoon allemaal. Hè. Ja. Ja, dan moesten we wel op tafel komen, hè, een grote tafel was. Als ik zo... twee tafels. Twee tafels. Hè. En de ene zaten zo een beetje de wilde aan, en de andere zaten zo met mijn vader en moeder. Ja, die rustig waren. Ja, prachtig verhaal. Ja, en dan de bijen, wat er nogal bij komt. Hè? Oh, goed toch. Ja, dat geloof ik direct. Alleen de was al. Ook, gewoon een hele dag wassen. Hè? Ja. Met twee man, hè. Ja. Zonder we de was. En de was, potverdikke. Ja. Ja, maar ja, ik had tijd zat en dat is tegenwoordig het probleem. Hè? Ja. En geen auto? Nee, lang nog niet. Nee. Ja, toen de kinderen groter werden dan de jongens, hoor. Die... En dat waren allemaal auto en motorgekken, dus toen kwam er gewoon van hand wel een wagentje. En, ja, het was zo. Ja. Heb je de lagere school afgemaakt, vervolgonderwijs gedaan? Huizenschool. Huizenschool. In Zomeren? In Lierop. In Lierop was dan huizenschool? Ja, want daar had die pastoor ervoor gezorgd. Hè. Echt waar? Het was echt heel bekend, want er zaten heel veel van die pensionairen, weet je wel. Mm-hmm. Er zaten er heel veel van buitenaf allemaal, want ja, daar heb je wel goed voor gezorgd, dat zeggen ze wel. Maar daar zaten wij dan niet bij, hè? Want die zaten weer in het klooster allemaal. Hè? En, maar ja, ik had handig naar die Mulo gemogen, maar de hele klas ging naar de huizenschool. Ja, ik ging ook naar de huizenschool, hadden nog geen ergen. Nee, maar dat gaf ook niks. Nee, oh nee, Ik spreek nou eigenlijk wel zo van mijn leeftijd. Die mochten het niet leren, want die moesten thuis werken. Ja. En die er al spijt van hadden. Ik zei, dat vind ik erger. Hè? Ja, ja. Ja, ik heb zelf uit eigen wil niet gehoeven. En ik ben goed tevreden. Ja. Maar die, en dat was ook, want net een Tony die had veel meer kunnen worden. Want die was echt, die wist overal van. Hè? Ja. Maar dat was de oudste. Die kwam er helemaal niet aan te passen. Nee. Dus ja. Ja, zo was het vroeger. Ja. De huizenschool ook afgemaakt? Ja, dat wel, ja. Toen kwam ik dan thuis, toen hadden ze mij weer thuis nodig. Ja. De schoenpoes. Ja, schoenpoes, 30 paar. Ja. Want die moesten glimmen als je naar de kerk ging. Ja, dat was het. Ja. En dan was dat niet erg, als het allemaal zwart waren geweest, maar het waren bruin. En vroeger moesten die dames schoenen met zijn kwastje, weet je wel. Ja. Moest dat gelijk ingesmeerd worden. En dan moest ik ze eerst insmeren en dan moest ik ze nog gelijk uitpoetsen. Ja, ja. Maar ja, zag ik een hele middag op natuurlijk. Ja. En ergens weer op zijn plaats gaan staan. En, ik heb het werken wel geleerd, maar ik kan niet zeggen dat ik altijd hard heb moeten werken. Nee. Thuis zeker niet. Nee, echt niet. Nee, dan ben je de huizenschool af, dan ben je een jaar 15, 16. Ja. Ga je een baantje zoeken? Ja, toen was er weer, kwamen de protestanten wonen in Lier. En dat was toen wel, hè. Ja. Met mijn broer, die was in de post. En ja, die kwam er meestal met die brieven en zo, erachteraf. En die vroeg toen om hulp. En toen zei mijn broer, ja, ik zal wel eens kijken of ze bij ons nog iets hebben.
En toen was mijn zusje en ik hebben bij die mensen, er was een man en drie verpleegsters. Mm-hmm. En die hadden twee huisjes ergens daarachter, ja, tussen Lierop en Mielen in. En dat waren chique mensen, hè? Oh, ja. Man. En daar durfde niemand tegen te praten. Mijn moeder zei, ja, dat zijn ook mensen, weet je wel, hè, protestanten. Ja. Zijn moeder was ook heel handig overal in. Hè. En zodoende ben ik er, denk ik, 2 jaar geweest, 16, ja, 18, ja. En toen kwam het verhaaltje. Wij gingen, mijn zusje en ik gingen om de 14 dagen naar een Tonnie, naar Karel. Ja. Want die andere toen ook al een stuk of drie. En zijn moeder er gewoon maar in en dan worden we dan maar eens een weekend helpen. Hè. Nou, en toen was het op een zondagmorgen. En toen zei Tonnie, god, dan heb ik toch geen ferme cel meer. Ja, dat was vroeger in de soep, hè. Ja. En ze zei ze, maar ik kan hier wel even bij Tit de Smit gaan halen. Weet je wat, dat was toen nog, hè. Ja, dat was altijd open. En, Tit, ja, over de brug. Ja, die had ook zoiets, hè. Ja. En maar zei ze, je kan ook naar de VG gaan, midden in de straat. En daar hebben ze nou pas een nieuwe winkel, dus ja, kan er ook heen gaan zitten. Ik denk, ja, dat doe ik. Hè? Tit Smit had ik reuze gedurfd, want ik zou ook wel dat een andere man was dan ja, een ander. Maar ik denk gewoon naar die winkel. Oh, en ik kwam binnen. En toen zei ik tegen Nellies, ik zei, oh, wat zou ik dat toch weer doen? Met wel, hè? Ja, ik was thuis en nodig en niet nodig, maar fijn. Ja. En wie stond er dinsdagsmiddags aan de deur? Nellies Winkels stond in Lierop. En die vroeg of ik er kwam werken. Ik zei tegen zijn moeder, ja, ik zou het wel willen, maar ik kan, en die ander kon mij niet in de steek laten, zou ik zeggen. Nee. De dinsmoeder. Moest je eerst iemand anders hebben en dan mochten wij pas gaan. Nou, en dat had ze zo gauw genoeg gevonden. En zodoende kwam ik hier al in mijn 18 jaar. In de winkel. In de Dorpstraat, bij de VG. Bij de VG. Ja. En dat was is me altijd goed bevallen. Maar dan ben ik 6 jaar ben ik er geweest. Tot mijn, eens kijken, 24ste. Maar ja, toen had ik het ervoor echt druk mee, weet je niet. Ja, Nelly El, weet je wel, ieder jaar, hè, een baby. En ja. Ze wist of je ook kraamverzorgster was of waar ik daar maar was. Ik was meisje van alles. Ik was van alles. Ja. In het begin dan, hè. Ja. Ten oost stond ik altijd voor de winkel, maar ja, dat was toen. Daar hield ik ook gewoon mee. Ja, ja. En nou ja, dat heb ik toen 6 jaar ook gedaan. En toen ben ik thuis gekomen, maar ja, ik moest toch weer iets anders zoeken. Er kwam bij ons altijd een bakker uit Zomeren. En die vroeg of wij niet eens hadden zo, die daar kon helpen in de winkel. Ja. Ik had er wel weer oren na, hè? Dus toen ben ik in zomer nog 2 jaar in de winkel gaan werken. En toen wist ik zeker dat ik in Aalrikste wou wonen, hè? Dat wist ik zeker. Oh, je was al, had je ondertussen dan het uitgaansleven ontdekt in Aalriksel? Ja, dat was het hem. Want je ging al uit in Aalriksel? Dat ging hier veel fijner dan bij ons. Ja, ja. Was allemaal stijver, vond ik. Hè, zo. Ja. Maar, moet ik dat zeggen? Degelijker. Ja. Hier waren het allemaal al een beetje losser. Ja. En dat moest ik hebben. Ja, ja. En ja, daar heb ik veel plezier gehad, hoor. Bovendoor. Waar kwam je dan? Bij de welke uitzendgelegenheid? Bij Van Bracht? Ja, en als er iets van de klokkengieters heb, ben ik altijd gewoon luisteren. En ja. Dus ja. Ja, met de kermis waren we alle kroegen. Oh, ja, iets zitten, ja, een orkestje en zo. Ja, daar waren ik voor te porren, hè. Maar dacht je, ja, dan moet ik ook een vriend gaan zoeken, of iemand uit de Aalriksel? Dan moet ik ook een vriend gaan zoeken in de Aalriksel? Nee, daar waren ik toen niet op uit. Nee. Nee, helemaal niet, want daar kwam ik al veel zusjes, maar gingen altijd samen, hè. Ja. En dan was een Lierop ook, of in de zomer iets te doen was, gingen we in de zomer altijd dansen en zo. Maar ja, toen kwam ik hier dan bij de VG werken. Ja, en Theo's, die kon ik ook al... Oh ja, hoe lang ze en Tonnie toen getrouwd zijn. Poeh. En Karel, hè. Want ja. Theo was bij ons geen vriend, zo moet ik het zeggen. Nee, die bij ons familie, want die kende wij al vanaf... Ik kende die al vanaf mijn 15, 16 jaar. Ja. En
Ja, nooit nergens knerken gehad. Oh god, nee. Maar toen waren we een keer hier op kermis. En toen zei Rijk van de Graaf, die kennen we wel. Die kennen we, ja. En toen zei ze, weet ik wie ik gezien heb onderweg? Want die fietste ooit ook met mij mee. Hè? Ja. Die ging ook met Geer mee in de Lierp. Weet je wie ik gezien heb, zei ze? Ik zei, nee. Ja, ons Martin en Theo de Jong. Die zijn ook op de kermis. Ik zei, goeie genade, zei ik zo mee, weet wel. Had ik niet verwacht, ook niet. Maar ja, nog nergens. Ik heb ze ook niet gezien, geloof ik. Ook niet, helemaal niet. Maar toen waren ze de winkel aan het verbouwen bij de VG. Moest bij groter worden en zo. Ja. En toen was je er in zo'n raam en dan daar, de keuken was dan daar en hier was dan de huiskamer en hier de keuken. Stond ik voor die raam. Ik denk, dus eigenlijk toch helemaal nog geen onaardige vent uit. Dus had hem geobserveerd. Jazeker. Ja. En zodoende is het eigenlijk, ja, zonder erg aangekomen, hè. Ja. Ja. En tot 53 jaar volgehouden, dus het is goed gegaan. Dus je bent vrij jong getrouwd. Ja, 26 was normaal. Ah, we waren normaal, ja, ja, ja. En meteen naar de Riksel komen wonen? Ja, mee naar de Riksel. Dat vond ik wel fijn. Waar in de... En toen, dat was heel weer heel gek, want bij Swinkels was een hele grote tuin erachter. Ja, hè? Klopt. En in die tuin zijn die huizen gebouwd. Ja. Hè? Ja, de Donkerstraat net niet, maar de voorste wel. Ja. Maar daarachter ja, zijn we toen komen wonen. Ja, ja, nieuw huis en ja, daar kon je toen één van hebben. Ja. Ik zei, ja, ja, ik vond het goed, want ik heb altijd gezegd dat ik in Haarlem wil wonen. Ja. En dat vond ik echt, ja, toen waren ik op mijn plaats, vond ja. ik. Ja, daar hebben jullie lang gewoond, hè, in de Donkerstraat. 40 jaar. 40 jaar, moet je kijken. Ja. En toen zijn we, konden we hier, kwamen in aanmerking. Ja, Theo, dat weten we al, die worden al minder. En toen zeiden we, ja, als ze het nou toch eens, als nou toch eens doen, hè. En... ja, we zullen eerst eens gaan kijken, zei hij. En hij heeft ooit gezegd, als ik zo boven zo'n zolder heb, net als bij Wim van den Boogaard, die gaat dat ook te boven. Ja. Dan wil ik het wel, een klein huis, zei hij. En nou, we gingen kijken en ja, het stond mee goed aan. En toen hebben we het ook mee gedaan. Toen. Ja, ja, dan sla ik bijna 45 jaar de geschiedenis over. Sorry. Theo was een verenigingsman, hè? Ja, echt. Allebei eigenlijk bij. Ja. Karel en Theo, hè, dan praten we over Karel de Jong, die ja. kent iedereen, de Smet zeggen we hier. Ja. En Theo was een gildebroeder, maar niet alleen. Hè. We hadden ook een hobbymatig tuintje op de heikant. Had hij, Theo? Hè? Ja, ja, een bos hebben we. Een bos, hè? Een bosje, ja. Werd je automatisch meegesleurd met Theo, bij de gilde? Ja, maar het zat er bij ons thuis ook in. Hè? Ja? Ja, ja, en zijn vader was erbij en een stuk of drie broers. Dus, ja, ja. Door hem heb ik er ook al het hart voor gehad. Daar voel ik mijn eigen nou nog thuis bij. Ja, dus dat klopt. Ik weet wat dat is. Ja. Ik ben geen harmoniemens. Niks, nee, helemaal niks. Nee, nee. En bij ons werd wel altijd muziek gemaakt, behalve blaasmuziek. Dat is ook gek, hè? Ja. Van al die 9 broers. Want ze waren wel muzikaal, konden allemaal goed zingen. We zijn ook met 5 man bij de boskampen geweest. Hè? Ja, ja, maar als je naar terugkijkt naar de gilde, hè, Theo was er altijd. Ja, dat was een hele hechte groep, hè. Zeg maar Karel de Jong, ja, ik zie de Silver van Wazenburg, ja, noem ze ja, maar op. Dat is, ja, die zijn allemaal weg, hè. Die zijn weg, maar ook de dames was een hechte club, hè. Ja. Gilde was groot en er was wel concurrentiestrijd. De blauwe schut, zeggen we hier. Ja, ja, en de rode schut. Gezonde rivaliteit, hè. Ja, 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 ja. Henk de Jong, ja, de hoofdman. Ja, die kon er ook wel van. Ja. Die kon mooi praten zo. Ja. Die bloemde daar zo'n beetje, maar ja, ja. Ja, hartstikke mooi. En bij activiteiten, ja, als er iemand die jubilaris was, schreef jij een liedje, hè? Nou, ik maakte niet helemaal de tekst. Dan nee. kwamen ze wel, weet jij wat? Ik zei, ja, kom maar, ik weet ook niet wat ik allemaal weet. Maar Duny Quint, die maakte meestal toch wel, ja, ja. Die kan goede gedichten ja. maken ook, ja. Want nou met de laatste, met Kaartje van de Graaf, toen kwam ze vrijdag nog hier aan. Goh, zes, ik kom net terug van vakantie, zes, en is er een liedje? Ik zeg, ja, die nu. En ik heb toen al dikwijls gezegd, ik hou mee op, want ja, ik moest het altijd maar doen. Ja. En ik ben geen echte gedichten maken, maar ik durf alles te zingen, daar geef ik dan niks nee, aan. Nee, nee. Maar, oh, zes, ik heb eigenlijk niks aan. Ik zeg, ja. Het is eigenlijk wel jammer voor Kareltjes, want die telt er ook op. Dat ja. is gewoon. Ja. Dit wordt iedere jubilaris en dat ja, wist dat, ik voor. Dat klopt.
Want ik heb toen willen stoppen. Ze zei die jongen, nee, ik mag niet stoppen, zit je, want dat vinden ze allemaal mooi. Ja. Ik zei, ja, maar het wordt voor ze afgezaagd, dat vind ik dan. Nee, dat is niet. En dat was niet. En nou, ik zei tegen die, ja, we moeten er iets van maken. Nou, we hadden een tijd van een uur, hadden we nou een liedje in elkaar. Als ik een paar aanknopingspunten, en die had ik wel van Kareltjes, daar wist ik zat van. En die zei, oh ja, en daar heeft er nog een liedje. Ja. En eerst moesten we altijd oefenen, maar dan hebben we altijd hetzelfde wijsje. En dat is de gezoet. Ja, dat kennen ze allemaal van. Ja, jij deed begeleiden met gitaartje. Ja, en dat doe ik nou ook al niet meer, want je zoon ook. Ja. Dat zeg ik altijd. Ja. Ik neem aan dat je veel mooie dingen mee hebt gemaakt met de gilde. Theo is een koning geweest. Veel plezier gehad. Oh, oh, oh. Met Toos de Jong nog. Toos de Jong, ja. Oh, en Harke, ja, dat weten we al. Ja. Wij moesten er altijd aan. Hè? Ja, ja. Ja, op een nette manier, hè? Gewoon gezellig. Ja, dat moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Dus het was allemaal met flauwekul. Ja. Maar wij deden dat ook. Ja. Sommigen die durven dan ook niks. Dat ze zeggen, oh nee, dat doe ik niet. Doe ik niet. Ja, maar dan komt er ook niks. Hè? Nee, nee, dat moeten gangmakers zijn. Ja, ja, en dat schijn ik dan geweest te zijn. En ik wil het wel aan de gang hebben. Ja. Als de rest het afwerkt, prima. Ja, als maar draait. Ja, we hebben gewoon met z'n drieën ooit gitaar gespeeld. Dat vond ik zo mooi, hè. Femke Royakkers dan. Ja. En dan Dini en ik. Ik zei, oh ja, dat doen we voor iedere keer. Hè. Ja. Maar ja, Dini zei, ja, maar ik kan dat niet zo goed. Ik zei, menige dat ik iets kan. Nee. Ik ken 7 grepen, akkoorden. Ja. Ik zei, meer kan ik ook niet. Nee. En dan Femke die wel. Die waren ook zo'n losse, weet je wel. Ja. Oh, dat waren toen zo mooi, hè. Oh, vond ik zo schoon. Niet alleen de gilde, maar ook carnaval, hè? Waar jullie nou bij betrokken. Ja, 16 jaar bij de carnaval. Want Theo is prins geweest, hè? Ook. Ja, bij de schut is je dan ook koning geweest. En ja, Laarbeerkoning. Laarbeerkoning. En bij de carnaval prins geweest. Was het de eerste Laarbeerkoning, Theo? Volgens mij wel, hè? Eerste of tweede? Tweede dan. Ja. Eerst, niet de eerste, nee. Nee. Och, dat was ook zoiets. Ja. Ik zei, want ik zei morgens nog, ik zei, nou vanavond weer met een andere koning te bed liggen, zei ik zo. Ja. Dat denk ik niet, zei ik, want hij had er helemaal niet op gerekend. Hè. Nee. Dus ik was er ook niet naartoe gegaan, want toen was bij de Blauwe Schut. Ja. En ik ga hier kermisvolk, ik denk, ja, ik ga er wel een keer naartoe. Hè. Ja. Maar wie komt er aangereden? Geertje van Ganswinkel. Meekomen, zei hij. Meekomen. Ik zeg, je zal toch niet zeggen dat hij koning geschoten heeft. Dat heet hij wel. Ja. Ja, toen moest ik wel mee. Hè? Ja. Je was er normaal anders altijd bij, hè? Ja, toen de kinderen groter waren, zeker. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, dat vond ik gewoon fijn. Ja, vind je, twee kinderen. Jullie hebben twee kinderen. Ja. Niet gebleven, ja, geen gildaard, want ze zijn nooit bij de gilde geweest, wel. Even, de Paul, die is nog even tamboer geweest. Ja. Een hele goeie, hele goeie. Ja. Ja, die echt wel heel fijn. En in zijn Bart, die was er ook bij. Maar als je dan hoorde dat er iets uitgerukt moest worden, hè, voor het Sinterklaas of iets, dan moest ik hem ergens gewoon zoeken. En ik denk, zit hij dus, maar dat doe ik niet meer. Nee. Want je wil het helemaal niet. Nee, nee. En de Paul deed even, ja, met een kumpje scholen. En toen kwam de fietsen, hè. Ja. Dat was veel van haar. Ja, de BMX. BMX'en. Ja, dat kan. Ja. Het is niet meer naar vroeg, hè, dat overging de gilde van vader of zo. Nee, maar dat wil ik ook niet. Nee. Dat wil ik echt niet. Nee. Dat is het moeten. En dat is mijn muziek maken, dus ik kan allebei hartstikke goed zingen. Ja. Ik heb ze zo lang al bij het koren gepreekt. Ja. Dat kan wij niet. Ik zeg, dat kan dat, hè, dat weet wel. Maar dat willen we niet, hè. Nee. Dat wonen ze gewoon niet. Nee. Ja. En dan heb ik het ook maar bij laten zitten, want zijn Bart heeft ook een tijdje accordeonles gehad, hè? Ja. Van Willy Vergeel, want die kon ook zo mooi spelen. Ja, en toen zei Willy, dat wordt een goeie, zit hij, dat wordt een goeie. Ik denk, hoe gelukkig. Want ik wou dat wel hebben, maar... Ja, ze moeten wel, hè. Het is helemaal een andere kant ingeslagen. Dat is niet erg. Nee. Zitten nou ook op zijn plaats? Nou hebben ze allebei zijn baan en zijn zin. En dat is ook wel heel is wel apart. Hè? Ja. Kan ik even stoppen, dan kan ik al je koffie geven. Ja, ga maar door, dat doen we dadelijk wel. Komt dan weer. Nou ja, de carnaval, Matteo was er creatief, hè? Die kon goed tekenen. Ja, dat waard hem net. Hè? En alles in elkaar timmeren met de Hofkapellenfestival. Daar was je ook nog bij betrokken, hè? Oh,
Ja, hij was ook overbij. Maar ik ga nou eens nog gegaan. Ik ben ook bij 6 of 7 dingen geweest. Ja. Waar ik nog geen ergen heb eigenlijk. Nee, nee. Dat deed ik allemaal heel graag. Ja. Want ik ben 25 jaar bij de revue geweest. 6 jaar bij GAT, want die carnavalsgroep. Ja, klopt. Met de carnaval ieder jaar opgetreden, 16 jaar. Wat had ik nog meer? Ja, cultureel dan, gebeuren van de KBO heb je heel lang meegedaan. In 15 jaar. 15 ja, jaar. Culturele groep, ja, ja. Maar dat kon ik niet meer volhouden. Nee. Maar dat kwam allemaal met Theo's ook. Ja, daar moest ik ook verzorgen. En dan moest ik eigenlijk ook voor het iedere keer iemand in huis halen. En dat valt dan niet mee. Hè. Ik denk, dat doe ik niet voor mijn eigen plezier, doe ik dat niet. Nee, is dat de kracht geweest van jullie huwelijk? De vrijheid die jullie allebei genoten hebben? Jij mocht bij een heleboel dingen zijn. Theo was bij een heleboel dingen. Ja, dat weet ik niet. Maar dat je samen iets doet, dat is denk ik het voornaamste. Ja. Toch wel. Want dat je is nooit komen zingen, naar het zingen komen luisteren, gaf je niks. Nee. Maar ik ben ook nooit naar een handboog gegaan. Daar gaf ik weer niks. Nee. Is je ook jaren bij geweest. Ja. Maar ja, ik weet niet, dat komt zo. En geven en nemen, zeggen ze, dat is toch altijd in de krant, ja, hè. Ja. Maar dat is wel zo. Ja. Want dat je, wow, is zoveel weg geweest. Maar ja, ik vond, dat moest je gewoon, daar was je bij. En als ik weg moest, vond je ook dat ik er hem moest ook zijn. Ja, hè? Ja. En dan gingen de kinderen maar weer naar Krooi, hè? Ja. Ja, dat kon allemaal, hè? Ja, dan ging het ook alles. Ja. Ja, ja, je had een hechte band, hè, met jullie, Tony. Hm? Jullie hadden een hechte band, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, want dat is altijd, als hier iets te doen was, ja, die waren er ook altijd, ja, hè? En dan, ja, als er een Swiss maar is. Ja. Kinahassen, die praten wel met iedereen, maar je bent toch ooit alleen, hè? Ja, ja. Toen ze voor het alleen was dan. En als het Swiss maar er is, dan zag ik ze een hele avond niet. Nee. Moet ik gewoon zoeken als we naar huis gingen. Maar ja, we gingen wel samen naar huis weer dan. Ja, ja, ging ze naar de Timmermansstraat brengen. Ja, maar die kon er ook wel van. Ja, die kon er zeker wel van. Die was altijd zo, ja, moesten wij ook maar lachen. Die was zwaar op de hand. Maar als ze dan uit was, sigaretje, pilsje, dan was je helemaal in zijn hum, hè. Nooit iets van gemerkt trouwens, moet ik zeggen, dat ze zwaar op de hand was. Ja, dat was ze wel. Ja. Ja, overal zijn eigen druk over maken. Bijvoorbeeld nou over de oorlog. Ja. Ho, verschrikkelijk. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Ja. Zie, maar daar kan je niks aan doen. Nee. En over die jongens die allemaal drugs gebruiken. Ja. Oh, daar had ze het zo kwaad mee. Ja. Ik zei, hoeveel van jullie gebruiken er drugs? Dat ga je wit dan. Ja. Ja, nee, dat denk ik niet, zes, maar dat, ja, dat was ook niet. Ja, dat kan nooit precies zeggen. Nee, maar, nee, nee. Maar zoiets, daar maken ze zijn eigen zo druk over. Ja. Oh, ja. Maar ja, dat heb ik niet. Maar nee, dat komt ook, ik heb de oorlog niet meegemaakt. Dat scheelt ook, hè. Ja. Want je praat altijd over de oorlog. Ja, ja. En dan zei ze, ja, dat en dat en dat. Ze ja, kan ik allemaal zeggen, maar ik kan dat nog niet voelen. Als je dat niet meegemaakt, dan kan je dat niet voelen. Nee, maar misschien een soort trauma. Als, ja, was nog vrij jong in de oorlog meegemaakt, hè. Ja, die heeft veel meegemaakt. Meegemaakt. Maar die was ook wel nieuwsgierig. Die wou ook altijd zien wat er gebeurde, weet je, ja, uit. Ja. En dan mocht ze wel van zijn vader niet buiten, want ja, dan werd er weer geschoten. En zijn vader was ook wel nieuwsgierig, die had hier toch geen bij. Ja. Maar Tony ook, die wilde gewoon weten hoe dat ging allemaal. Ja, ja. Maar ja, ik was 6 weken, toen ben ik geboren, toen de oorlog begon. Ja, heb je niks mee. Ja, maar heb ik er dan wat meegemaakt? Nee. Sommigen weten nog alles, maar ik niet. Nee, dat neem ik direct aan. Het koor, welk koor was je aan de Riksel? Welk koor ben jij geweest? Klokkenieters? Klokkenieters, ja, ja. Ja, daar word ik ook heel bij. Ja, dat was een heel groot koor en ook heel bekend, hè? Ja, toen waren we nog met, ja, ik meen 80 toen ik erbij kwam. Hè. Ja, ik kan het nog herinneren. En daar had ik al lang op gehoopt dat ik er een keer bij zou gaan. Maar ja, ik zei, moet die jongens zelf eerst hun eigen uit kunnen kleden en zelf naar bed kunnen gaan. Ja. Dan ga ik er pas bij. Nou, dat was onderhand en toen ben ik erbij gegaan. Dan ben ik er bijna 49 jaar bij geweest. Ja. Maar nu hield het ineens op. Hè. Door die corona was het niks meer. We hadden geen stem. Ik had ook geen stem meer. Nee. Want ik had al eerder gedacht, ik hou hem mee op, want ik wil wel fatsoenlijk zingen. Ja. Maar sinds, ja, doe het niet flauw, doe het niet flauw. Ik zei, ja, maar als ik er geen zin meer in heb, dan doe ik het ook niet meer. Maar toen moesten we wel stoppen. En stopten ze allemaal. En dat vond ik eigenlijk wel fijn.
Want ja, dan was het toch. Maar het was wel jammer, want het stond nog eens 50 jaar. Ja, dan was ik er 50 jaar bij geweest. Hè? Ja. En dat had ik dan nog wel volgehouden, ja. Hè, denk ik wel. Maar ja, nou had, ja, het stopte toch, dus het was afgelopen. Ja, heb je de tijd van Jan van Gavel ook nog meegemaakt? Ja, ja. Ja, dat was een mooie tijd. Ja. Tja, Jan. Ongelooflijk, hè? 80 leden en nu te zielen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, in 50 jaar, ja, 49 jaar. Zo. Ja. Maar toen liep het ook al terug. En, maar we hebben altijd een goeie koor gehad. Ja, absoluut. Ik zeg altijd, als we zo over een uitwisseling gaan of zo, ik zeg, ik denk toch wel dat we nog gerust mogen zijn. Want ik ben er wel heel precies in. Hè. Ja. Moet me van ook goed zijn. Maar dat kon ik dan wel ooit horen, hè, dat, ja, dat we nog gerust mochten zijn. Ja. Ja, we hebben goed gezongen, maar met ons Gildefeest toen, hebben we ook de mis gezongen. En toen hoorde ik de bisschop zeggen, bisschop Hurkmans. Ja. Dat was mijn bakkersmaatje in zomer. Ja. Daar heb ik al 2 jaar mee gewerkt, met die bisschop. Ja. Dat is gek, als je dan hoort dat die bisschop is. Ja. Dat kon ik niet geloven. Nee. Dat kon ik echt niet geloven. En toen zit hij, een goeie koor, hè? Zit hij tegen die andere priester, een goeie koor, hè? Denk, oh, als jij dat zegt. Ja. Maar dat was ook, wat nou met die laatste Gildefeest, was ook prachtig, met blauw. Maar, en dan iemand meer nog, oh, daar hadden wij ook achter moeten staan, met dat koor. Ja. Echt waar. Niet dat de dameskoor en heren niet zingen ook niet slecht, maar het vulde ze mooi op. Ja, ja. En dan met die volkeren, met Gildebroeders, oh. Ja. Ja, dat was mooi, hoor. Ja, als je een terugblikt, hè, vroeger ging je naar de kerk. Volle bak, zei ik altijd. Ja, juist. En als je nou kijkt naar een gildemis gaat, hier in Aderiksel, ja, zitten beide gildes en een paar mensen die erbij betrokken zijn. Maar dan hebben we het op het veld gedaan. Hè. Ja. De Vulfijner. Ja. En dan had ik als dikker gezegd, ik zeg, als ik hier, want dan hadden ze ooit zo'n tabernakeltje gemaakt, van zo'n tentje, weet je wel. Ja. Maar toen was dat noodzaak, toen kon ik weet niet, toen hadden ze ook helemaal geen priester, iets was er. En nou verdorie, nou gaan ze dit jaar weer genomen. Dat is veel mooier. Ja. Echt hoor. Ja. Dat is intiemer. Ja. Want die paar mensen, ja, dat is wel heel aardig dat die komen, maar dat, ja, dat zijn geen echte, ook niet geen echte. Nee. Maar dat was, ik vind dit mooi geslaagd hoor. Ja, echt hoor. Ik weet niet of je in Lisa bent geweest naar de Pater Eustachius viering. Nee, daar met een nieuwe pastoor. Op de televisie afgekeken, ja. Je ziet ook hoe weinig publiek. Weinig, hè? Ja. Ja, want een show, die woont in Lieshout, mijn jongste zus. Ja. Ik zeg, oh, dan ga naar die kerk, naar die uitzending, of naar die mis. Ja, dat kon ik wel doen, zus. Maar ja, ze zei ook, er zat was niemand. Nee. In de ene kant helemaal niemand. Nee, ja. Nee. Ja, ja, tijden zijn toch enorm veranderd. Hè? Carnaval, Gats, hoe ben je bij Gats terechtgekomen, bij die culturele? Ja, dat was ook zoiets. Toen was ik al 16 jaar bij de carnaval, maar toen hield Theo Durvoort me op. Hè? Ja. Hij zei, het is voor het zat geweest. En toen kwam er ineens weer iemand, zullen we een groep kunnen oprichten? Voor de kletsavond. Ja, daar had ik natuurlijk alweer oren nou. Hè? Ja. Je hebt me ook dik zat sinds toen niet. Ja, ja. En ja, dat hebben we een mooie groep gehad. Oh, dat is... Dat was voor mij zo'n... Moet ik dat zeggen? Opluchting. Ik hoefde haast niks te doen. Want voor die raadsbellen en zo was het altijd... Wie hadden iets? Ja, ja, wie moest maar weer zien, hè. En met alles, met mijn kleding en alles. Ik ging mee naar de boven of ik alles had. En, maar... Daar werd over gezorgd en dat was toch zo fijn. Ja. Oh, ja. En we hadden geen slecht groepje. Nee, absoluut niet. Nee, van goede zangers en dat vind ik dan vernaam. Hè. Ja, want als je nou terugkijkt, toen werd de avond gevuld door Aderiksel Amusement. Hè. Allemaal Aderiksels Amusement. Ja. En de zaal Kersen. Oh, om 17:30 stonden mensen al te wachten. Prachtig, hè. En dan mag u gewoon de avond. Prachtig. Prachtig. Dat moet het meegemaakt hebben, hè? Ja. Met al die optredens van buitenland, want dat is een petasie met schrijfsaus. Ja. En daar praat ik ooit over, maar een beetje kennen ze helemaal niet. Ja. Dus waren er ook veel van het koor die nooit naar de carnaval gingen of naar de kletsavond. Maar er moet er geweest zijn en dan kan er eigenlijk pas over meepraten. Maar als je nu kijkt, dan moeten we alles inhuren. Hè? We hebben geen kletsers meer, we hebben geen amusement meer. Hoe komt dat toch? Hè? Ja, is de generatie anders, de generatie met ons?
De kinderen zijn niet anders. Oh, dat denk ik zeker. Ja. Want het jong, ja. Ik weet niet hoe het komt, maar ze doen er gewoon niet meer. Maar dat komt ook veel nou met die buiten, met die festiviteiten. Ja, die hebben het overgenomen, hè? De festivals. Juist. En dat mag ook. Ja. Als er jeugd zijn zin in is, prima. Ja. Want als je kijkt vroeger, de ronde die de gilde maakte met de kermis. Bomvolle cafés. Oh, prachtig. Vijf cafés of zes. Dat vond ik ook zo gezellig toen. Ja. Jongen, die kleine orkestjes en dan volle bak. Hè. Ja. Maar, dan moet ik zeggen, nou kan er ook elke dag ergens in. Hè. Ja. Dat scheelt ook wel hoor. Ja. En vrouwen net zo goed, zou ik zeggen, als de mannen. Ja, wordt, hè. Ja. En daar is het ook wel mee gekomen hoor. Ja, dat is een verschil met 15 jaar geleden. Ja. Huh? Nee, met mijn gat, dat was een harke, dat weet ik wel. Ja. Och. Want we hebben ooit een beetje donk op moeten treden. En moesten we hier ook optreden. Maar ja, we gingen eerst maar een beetje donk. Hè. En hier hadden we eigenlijk een heel nieuw repertoire, want dan wouden we niet op een ander plaats. Nee. Dat moest vrier zijn. Maar ja, in beetje donk, godsamme. We moesten zeggen, achter een piano moesten we zoiets anders aan doen. En het was eigenlijk helemaal niks. En die mensen zaten allemaal zo. Ja. Had helemaal kunnen sferen. Oh. Nee. En dat brok onze nek eigenlijk. Ja. We zijn dan moeten we daar nog een keer. Ja. Dat was echt verschrikkelijk. Toen kwamen we hier. Oh. En toen kwamen net de boel nullen van het toneel af. En een sfeertje. Nou, we zijn nou kan ik me niks meer kapot maken. Nee. Dat scheelde zoveel. Ja. En dat was aardig, dat vond ik wel. Ja. Dus, Alle Riksel had altijd een uitgeblonken. Ja, we zijn 25, 26 jaar Laarbeek, of ondertussen 27 jaar, denk ik. Alle Riksel had uitgeblonken wat dat betreft, met verenigingsleven, met koren, met optredens. Ja, we hebben het hier goed gedaan, vind ik ook. Ja. Heel goed. En gisteren, want dan zeggen ze, gisteren met die rondvaart wou ik gisteren doen, hè. Ja, je bent... afgelopen weekend in Amsterdam geweest. Gisteren in een dag, hè? Want dat was al meer dan genoeg. Ja. Dat was jouw wens, hè? Dat was mijn wens en ik ga ieder jaar, tenminste was het nou voor de vierde keer, dan ga ik met mijn schoondochters en twee kleindochters ga ik een dag weg. En dan dat budget wat wij opmaken, dat kregen die jongens ook. Maar die gaan weer apart ergens in. Dus dat heb ik gewoon een keer aangepakt. Ja. En we hebben gisteren echt een mooie dag gehad. En toen kwamen we bij die boten en er zat ook zo'n mooie Amsterdammer. Echt, die kon gezellig praten. Hè? Ja. En dan zit die oor, ja, je komt van Brabant, dat hoor ik wel, zit hij. Ja, dat is toch niks mis mee, zit er bij iemand? Nee, dat is niks mis mee. Maar ja, hoe is dat nou met de carnaval, zit hij? Is dat wel zo gezellig? Ja, ik zeg, dat moeten we gewoon een keer meemaken. Hè? Ik zeg, maar als je komt, niet alleen komen, want dan heb je er helemaal niks. Nee. En toen kwam er weer een andere, ik zeg maar kapitein. Ga ik mee in februari een keer? Met wel. Hij wist niet eens voor het overging. Maar hij zei al, er hoorde zoveel van, is dat ook zo? Ik zei, jongen, het is eigenlijk gewoon een gekke werk. Want nou dat ik lang niet meer kom, ook niet meer, want ik doe dat ook niet. Ik durfde ook niet meer, hè, met de hossen en zo. En toen... Wat moet ik nou zeggen? Even kijken. Ja, hij had over de carnaval met die Amsterdammer. Met die Amsterdammer, ja. Maar ik zeg nou dat ik zelf niet zoveel mee ga. En ik kijk dan alles af in Duitsland en alles. Hè. Ik zeg, als je het op televisie ziet, is het gewoon gekke werk. Hè. Allemaal achter elkaar en een pilsje in de hand. En ja, dan denk ik ook, dat heb ik dat zelf altijd gedaan. Ja, maar ik denk dat een mens dat ook nodig heeft. Op een gegeven moment een stuk ontspanning. Dat denk ik. Want ik ging van huis, maar ik ging vier dagen, vier avonden. Ja. Kijk, de laatste jaren van jullie huwelijk, die zijn moeilijk geweest voor jou. Hè? Theo werd ziek. Ik zeg, vier lesjaren zijn mooie jaren geweest. Ja, heel mooi. Ja. Want hij zat hier in die rolstoel. Ja. En dan was het altijd iets nodig van de MCD, weet wel. Ik zei, ik zal eens kijken, maar ik hou ooit niks nodig, maar weet wel. Ik zei, ik heb al iets nodig. Nou, dan gingen we er eerst heen. Ja. En dan viet ik heel alles. Ja. Elke dag gingen we een uur lopen met die rolstoel.
En dat vond hij fijn. Ja. Ja. Dan heb je op een gegeven moment afscheid moeten nemen. Ja, dat is het leven eenmaal. Ja, hè? Ja, dat zou het eind komen. Ja, maar je bent niet bij de pakken neer gaan zitten. Ja, hey, je bent dat hier... had ik wel kunnen doen. Ja, maar nee. Maar ja, dat moet ook niet. Hè? Ja. Zeggen ze, maar ja, en ik kon dat ook. Ja. Dat kan ik wel. Ik kan het knapje wel inzetten. Ja. Dat heb ik wel geleerd. Heb ik ooit van Tilman geleerd. Oh, toen waren wij met de Hofkapel op, in de Mortel, op een weekend. En in Sotterdags moest hij hier vier van Vlier begraven, weet wel. En dat moest Tilman toen doen, weet ik niet. Maar toen kwam hij s'avonds en ja, die deed weer gewoon met ons mee. Ik zeg, maar sto, kan je dat nou toch doen, hè? Ja, zegt hij, maar als ik dat nooit doe, heb ik nooit niks meer. Ja? Als ik overal bij stil moet blijven staan, zit hij. Dus ja, dat is ook zo. En toen heb ik dat eigenlijk ook al een beetje overgenomen. Ik denk, het is zo. Ja. Ja. Tilman liep zijn tijd ver vooruit, hè. S'avonds in het cafeetje een borreltje en een pultje pakken. En als er 's morgens iets serieus was, stond hij er ook. Ja, dat wel. Ja. Ja, hij was er altijd. Hij was er altijd. En bij die vergaderingen ook, want dan waren we ooit later, hoor. Oh. Ja. En dan nu die sigaren roken. Ja. Oh. Ja, ja. Ze gooit alles van op de douche, want, ja, want ik rookte ook niet. En Theo ook niet. Nee. Maar oh, dat rookt ook zo vies. Ja, klopt. Maar dat moet ik zeggen. S'nachts was je pas thuis, maar om 7:30 was je eruit, hè? Ja. Ja, heb nooit hoeven te roepen, nooit. Nee. Het was gewoon zijn plicht. Ja. En dan heb je ook 40 jaar volgehouden bij de disco, hè? Ja, dus, 40 jaar. Ja, ja. Ja, ja. Fietsen, ja, later met de auto denk ik, maar toch vaak op de fiets. Altijd. Ja, ze vat een auto, toch? Nee. Nee. Ja, dat word je ook niet, of word je, ja... Dat hoeft toch niet, het is maar een stuk zijn bunker net school. Ja, ja, we kijken 40 jaar bij de Vlesco, zijn hele leven bij lid geweest van de Gilde, lang bij de carnaval. Ja, het was echt een verenigingsman. Echt, ja. En ik heb me eigenlijk echt altijd overal thuis gevoeld. En, ja. Ja, met wie ik praat, daar geef ik ook helemaal niks om. Nee. Gisteren in de trein ook, hebben ze zitten lachen. Ja. Kwam een vrouw langs me zitten en ja, als ze niet willen praten, vind ik het ook goed. Ja. Ja? Maar toen begon ik er zo mee en dat wordt zo'n gezellig gesprek. Ja. En zo zat 44 jaar in het onderwijs. En ja, was alleen en ik ben nou wel met die trein ook bezig. Zes, maar iedere keer met die telefoontjes, dat moet ik allemaal leren. Ja, ja. Zeg, ja, dat is voor ons voor het wel moeilijk. Ja, dat klopt. Ik ga nooit in Amsterdam komen anders. Nee. Maar hun regelde alles, hè. Ja, moet je kijken wat mooi, hè. De man die ze ooit heeft leren kennen, heeft ze gemist op Lier op kermis. Dan is ze staan te blieken voor de raam bij de VG. En zij is een knappe man en daar trouwt ze mee. En daar is ze een geweldig leven mee gehad in Aderix. Ja. Hoe kan het lot, hè? Ja, lot dat zou moeten zijn. En ik zeg, je moet veel geluk hebben. Je moet gewoon geluk hebben in je leven. En dat heb ik altijd gehad. Ja. Echt hoor. Ja, dat is toch prachtig. Want ik heb namelijk ooit zoiets dat ze zeggen of komen brengen of net op tijd of iets, weet wel. Ja, daar heb ik weer geluk mee, zei ik dan, weet ik niet. Ja. Maar ja, onze zonen komen ook elke dag op de koffie. Fijn, hè? Dat is wel, ja, nou weet ik zeker dat het heel fijn is. Want laatst waren ze er met tweeën niet en ja, ze Bart is veel meer weg dan, hè. Ja. Maar ze pakken hem toch elke dag en dan konden ze niet. En denk, ja, dan duurt de vormiddag toch wel lang. Ja. Want ze klagen er heel veel over, maar ik moet ooit smerig zo vlug zijn dat ik er maar uit ben. Ja. En ze komen dan, ja, ze Bart over 10:30. Ik zeg, maar 10:30 zeg ik pas koffie, hè. Ja. Mooi. Ja, en dat weten ze. Maar als ze met tweeën zijn, dan hebben ze ook goede praten. Ja. Ja. Maar ik kan dan concluderen, ik zit hier niet bij een eenzame vrouw die de tijd maar af zit te wachten. Nee. En dat wil ik ook niet. Nee. Dan vrouw ik zelf van mensen. Ja. Maar weet wat is, als je ouder wordt, hebben er ook niet alle behoeften meer. Nee, dat klopt. Want ik kan ook nog even koffie gaan drinken, maar dan laat ik dit niet verschieten. Nee. Want jongens niet. Maar dat zou ik misschien dan wel doen. Ja, ja. Ik ben gewoon ongeheer onder de mens. En ja, dat is fijn. Dat is het gewoon. Ja. Je gaat naar de huiskamer in de dreef of één keer per maand naar de KBO in koffie drinken. Nee, dat doe ik niet. Nee. Nee, daar heb ik nog geen behoefte aan. Nee. Ik doe alles en ik heb overal streep onder gezet waar ik contributie moest betalen. Ja. Weet niet, of ja, waar ik echt bij was. Ja.
En dan ben ik nergens meer bij en dan heb ik het nodig. Ja. Kijk, dus ik ben niet eenzaam. Nou, dat is fantastisch om te horen. Ja. Ja, we gingen Wies vragen voor een gesprek. Ik weet niks, zei ze. Maar als, ik kan hier nog een uur doorgaan, Wies. Dat zei Ali Bets ook. Ja. 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 Je bent een van ons geworden, hè? In Lierop geboren, een heel groot gezin. Maar je bent echt een Aderikster. Ik voel me nog helemaal een Aderikster. Ja. Heb ik altijd gezegd. Nou, maar als je nou in Lierop komt en... Och ja, die of die met wonden is wel grappig. Ja. En die kerk ook, die zie ik altijd heel graag. Ja, die is heel mooie kerk. Mooi. Ja, ja. Ja. Maar het doet me niks. Nee. Nee, echt niet. Ik woon hier op een thuis. Ja. Echt. Net als het liedje. Hier heur ik thuis. Ja, van Geert Mazakker. Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Ja, dat is het. En ik heb geen plezier en ik heb het keer gezellig. Nou. En mensen beginnen, want ja... En maar dat was ook nog iets toen wij 25 jaar getrouwd waren. Dat was net met het gildefeest van de Rooie Schut, hè? Ja, klopt. Toen zei hij, ja, maar dat vier ik dan niet, zei hij. Ja, we komen nou, 25 jaar getrouwd en wij vieren alles in de familie, dus... Hé, zei hij, dan stellen we maar een week uit. Maar het ging niet door, het ging... Maar ik heb nog nooit zoveel plezier gehad. Vrijdagavond waren we al. Want toen werd de moeder 80, zijn we eerst naar Lierop geweest. En toen kwamen we hier aan, dan zei Karel nog, Karel de Jong, wat zou hier toch te doen zijn? Ja. Ja, zei hij, het zal niet van de Schut zijn, want dat kan niet zo druk. Nou, dat waren het top op ja. Ook allemaal Alense mensen die iets deden. En, maar ja, die Alense mensen die verdwenen. Ja. Ja, we moeten leven met een andere generatie. Ja, anders. En als je daar niet met een beetje mee gaat, dan heb je geen leven. Nee. Ik maak me er ook niet over druk over. Nee, moet ook niet doen. Nee. Zolang als het hier goed ging. Ik wil zeggen, je moet ook geluk hebben. Hè? Nou, laten we hopen wie het nog heel lang goed gaat. Ja. En dat we elkaar nog heel veel tegen mogen komen op dat die leuke festiviteit. Dat hoop ik echt. Ontzettend bedankt voor de En ik hoop dat ik niet te veel gezanikt heb. Absoluut niet.